jij het erover? We staan hier op het Zuiderstrand, strandslag nummer 12. En de huidige situatie is zo dat de honden gewoon in het winter het strand op mogen. Alleen in de zomermaanden tussen 15 mei en 1 oktober mogen de honden hier niet het strand op. Wel na 9 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens. Alleen is het vaak ook slecht weer in de zomer. Dus dankzij mijn aangenomen motie... is het vanaf het komend zomerseizoen, mogen bij 18 graden of minder de honden wel het strand op. Dat is natuurlijk een hele vooruitgang. Strandtenthouders zijn er blij mee. Uitlaatservices worden ontlast in de parken. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, nou ja, zoals je ziet, we staan hier op een nagenoeg verlaten strand. En dat is natuurlijk van de zomer ook zo. Waarom zou je dan het strand dan niet even openstellen voor honden? En vergeet niet, ook paarden. Dat is... Paardenmensen zijn er ook heel blij mee. Je gaat niet op je paard om 9 uur 's avonds in de zomer nog een keer het strand op. Dus ik heb ook al geluiden gehoord van mijn neefjes die hier erg blij mee zijn. En nou, het is toch heerlijk voor die honden op zo'n leeg strand te rennen.